Bo van Akker 1-1 tegen Tubize, 11e match op reis onder nederlaag. Maar het is een iets wat frustrerende avond geworden, toch? Ja, goed. We hadden graag die wedstrijd gewonnen. Maar ik denk op basis van de eerste helft dat we toch wel redelijk wat kansen gecreëerd hebben. Maar dat we dat tikkeltje geluk niet aan ons zij dan vandaag. En dan weet je dat het een moeilijk bespelende wedstrijd is. Met Tubeke die toch heel gretig was in die bal, soms iets te. Maar goed, we hebben op zich geen slechte wedstrijd gespeeld. Alleen inderdaad moeten we die zuiverheid in ons passing kunnen blijven behouden om zo de ploeg uit verband te spelen. En nu hebben we iets te veel de lange bal gehanteerd. En je ziet dat we dan moeilijk hadden dat de bal net niet op de juiste plaats viel. En dan blijft het jammerlijk op een 1-1. Moeilijk om veel tempo in de match te krijgen in deze ploeg. Ja, inderdaad. Het was een ploeg met heel veel agressie, denk ik. Maar goed, ook de weersomstandigheden zaten niet echt mee. We hebben er het beste van proberen maken en we wouden hier absoluut de 3 punten thuis houden of zeker niet verliezen. Oké, nu pakken we een punt, dus nu weten we dat we volgende week gewoon 3 punten moeten meenemen. Fantastische goal. Ja, inderdaad. Ik denk de eerste helft ook al 2 maal een kans gehad. Ene die ook net overging, maar oké, de tweede helft had ik dat tikkeltje geluk aan mijn zijde. En ik ben blij voor mij dat hij erin gaat, maar vooral ook voor de ploeg en dat we toch een punt uit de brand kunnen slepen hebben. Tweede basisplaats op rij nu? Ja, inderdaad, maar ik voel me goed. Ik voel me hier ook goed, ik voel me goed in mijn vel. Dus gewoon hard blijven werken en samen met de ploeg zoveel mogelijk nog punten pakken. Union, volgende week? Ja, op Union is ook een moeilijke wedstrijd. Dus oké, iedere match hangt ook af van details. Zoals de trainer zei, het wordt veel gescoord op stilstaande fases, zoals vandaag ook weer. En dat kan volgende week ook het geval zijn, dus we moeten daar echt iedere dag keihard op trainen en de dingen nog beter hanteren om zoveel mogelijk punten nog in deze competitie te halen.